So, I praise you and I glad you in the name of Jesus Christ. I bless you in the name of Jesus. Ik zegen u allen in de naam van Jezus. I'm so excited to come here in the Netherlands. Ik ben zo opgewonden, blij om hier te zijn. And I'm so glad to preach the word of God here. En ik ben blij dat ik het woord van God met u mag delen. I thank you also, Pastor Dios en Ibu Tineke. Ik wil ook Pastor Dios en Pastora Tineke bedanken. That I have the opportunity to preach here. Dat ik de gelegenheid heb gekregen om hier te staan en het woord van God te delen. I'm an evangelist. Ik ben een evangelist. I run around the world. Dus ik reis de wereld rond. And I have my calling in Indonesia. En ik heb mijn roeping in Indonesië. I have my own ministry, blessed ministry. Dus ik heb mijn eigen gezegende bediening. And God is doing to bless this. En God is dit aan het zegenen. Also, and I my ministry start God do sign and wonders. Dus ook in mijn bediening laat God wonderen en tekenen zien. About Jesus Christ. Dus door Jezus Christus. The deaf. De doven. See, the deaf can hear. Dus de doven kunnen horen en de blinden kunnen zien. Many people with back pain get healed there. En ik heb ook heel veel gezien dat mensen met rugklachten genezen werden. But it's only about the name of Jesus. Maar het is alleen maar om de naam van Jezus. Amen. Before I go to preach the word of God, my wife will give a small testimony, but not short, please. Yeah? Dus voordat ik het woord van God ga delen, gaat mijn vrouw een getuigenis geven. Brothers and sisters, shalom. Brothers and sisters, shalom. Shalom is the greeting of Christian in Indonesia. Shalom is eigenlijk een christelijke groet voor Indonesische mensen. Yeah, so when we meet one another, we say shalom. Dus wanneer we elkaar ontmoeten, zeggen we shalom. Because our brother and sister, the Muslim there, have another greeting. They will say assalamu alaikum. Want de moslims, broeders en zusters, die hebben een andere groet. Assalamu alaikum. So for us, the Christian have that greeting. Dus voor ons als christenen, wij moeten die groet ook gebruiken. Well, I am Tridia. Ik ben Tridia. From Indonesia. Ik kom uit Indonesië. I got married with Dutch man. En ik ben getrouwd met een Nederlandse man. That's Pastor Peter Slieker. Pastor Peter Slieker. And God used us in my country. En God gebruikt ons in mijn land. To preach the gospel. Om het evangelie te verspreiden. As you know that Indonesia is Muslim country. En u weet dat Indonesië een moslimland is. And there are so many people, they need the good news. En heel veel mensen in Indonesië hebben goed nieuws nodig. So that is our job in Indonesia. Dus dat is eigenlijk onze taak in Indonesië. As the ambassador of God. Als ambassadeurs van God. Wherever we go. Dus waar we ook gaan. We proclaim the name of Jesus. Wij proclameren de naam van Jezus. The name above all names. De naam boven alle namen. He is the King of Kings. Hij is de koning der he koningen. He is the Lord of Lords. En hij is Heer van alle heren. And he is our Savior, our Redeemer. Hij is onze verlosser, onze redder. So proud to having him. En we zijn zo blij, trots om hem te hebben. That's why we become evangelists. En daarom zijn wij ook evangelisten geworden. We want all the people will go to heaven. We willen dat iedereen naar de hemel gaat. That's why brother and sister also support our ministry in the prayer. Yeah. Daarom vraag ik u ook om ons te steunen in gebed. That onze many souls will come to Jesus. Dat heel veel zielen zich tot Jezus zullen wenden. Yeah, in my country, I am the interpreter of my husband. Dus in mijn land ben ik dus de vertaler van mijn man. But today, thanks God that this sister can replace my position. Maar prijs God dat deze zuster vandaag mijn plek in kan nemen. Because I don't speak Dutch well. Want ik kan niet zo goed Nederlands spreken. Ja, maar ik kan een beetje praten Nederlands. Ja. Ik woon hier alleen een maand, maar ik probeer elke dag om te Nederlands praten. Ja. Amen. Maar anyway, Jesus is wonderful. He Jezus is good wonderbaarlijk. God. Hij is een goede God. God used my husband and me to go around the world. Dus Jezus gebruikt mij en mijn man om de wereld rond te reizen. Including today I can be in the midst of you. Dus ook inclusief vandaag, ik kan hier te midden van u allen zijn. That's because of Jesus. Dat is omdat Jezus dat And heeft toegelaten. I want to say that Jesus loves you. En ik wil zeggen, Jezus houdt van u. Never leave him. Verlaat hem nooit. Yeah, because Jesus never leave you. Want Jezus verlaat u ook nooit. He gives you Holy Spirit. Hij heeft u de Heilige Geest gegeven. He is in you. Hij is in He u. He is your teacher. Hij is uw onderwijzer. He is your guide. Hij is jouw gids, uw gids. He will always be with you.
En hij zal altijd met u zijn. He give you power. Hij zal u kracht geven. He give you strength. Hij zal u kracht geven. He give you direction. Ook de richting. He always remind you all his word. En hij zal altijd u eraan herinneren van zijn and werken. He will enable you how you live. He will enable you. He will make you able to go through your life. En hij zal u bekwaam maken om het leven te doorstaan, om voort te gaan. So we are blessed people. Dus wij zijn gezegende mensen. Because we are safe. Want wij zijn gered. By the blood of Jesus. Door het bloed van Jezus. Not because of your good deeds. Niet vanwege uw goede daden. But because of his grace. Maar vanwege zijn genade. Because of his blood. Zijn bloed. Remember it, brothers and sisters. Herinner u dat. And but I see all of you here, yeah. Als ik u zo zie, I'm allemaal. So glad I see brother Padios, yeah, Padios, Ibu Tineke. Ik yeah? Zie Pastor Dios, Pastora Tineke. They are from Indonesia. Ze zijn van Indonesië. But God used them in your country. Maar God gebruikt hun juist hier in Europa. Yeah, God can use everyone all over the world. Yeah? God kan iedereen gebruiken God over heel can de wereld. Bring from here to there, there to here. Yeah? God kan mensen van daar hier gebruiken, maar van hier ook daar. Sorry, I only 5 minutes. Yeah, but Holy Spirit put in my heart to say that. Yeah, God can use everyone, and He can use you too. God kan iedereen gebruiken, inclusief u allen. Never forget, Jesus. Vergeet dat niet. Is all in all. Jesus is our everything. Jezus is onze alles. And the glory only for Jesus. En de glorie is alleen maar voor God. Give glory to Jesus. Hallelujah. Geef de glorie aan God. Thank you. God is some things do special in countries. God doet speciale dingen in verschillende landen. What I believe in the word of God. Ik geloof in het woord van God. That we are a time that we are walk in victory. Dat wij kinderen zijn van God en dat wij in redding wandelen. If we are walk in victory. Als wij in redding wandelen. God is planned to set us to a higher level. God is van plan om ons naar een hoger niveau te even maybe the devil come and try to destroy you. Zelfs als de duivel komt om u te vernietigen. But God give us a victory to break the power of the devil. Maar God heeft ons die macht gegeven om de power of de macht van de duivel te breken. Amen. Amen. You are believers. Wij zijn allemaal gelovigen, amen. You are walking victory today. Dus u zult wandelen in de redding vandaag. If you believe in the word of God. Als u gelooft in het woord van God. Because the word of God is a power in, amen. Want het woord van God bevat kracht. Because the word of God is live in you. Het woord van God is in u. If the word of God is in you. Als het woord van God in u is. The devil can nothing do to you. Amen. Dan kan de duivel u niets doen. Amen. He cannot destroy you. Hij kan u niet vernietigen. He can nothing do to you. Hij kan u niets doen. Because God, the Holy Spirit is there. Want Gods woord, Gods kracht is daar. Amen. Amen. Let us open about our Bible. Laten we onze Bijbel openen. And we are talk about in Lucas 4. Lucas 4. 1 until 13. And we all read this together. We gaan samen lezen. Vanaf 1 tot en met 13. Jezus nu, vol van de Heilige Geest, keerde terug van de Jordaan en werd door de Geest geleid in de woestijn. Waar hij 40 dagen verzocht werd door de duivel. En hij at niets in die dagen en toen zij voorbij waren, kreeg hij honger. En de duivel zeide tot hem, indien gij Gods zoon zijt, zeg dan tot deze steen dat hij brood worde. En Jezus antwoordde hem, er staat geschreven, niet alleen van brood zal de mens leven. En hij voerde hem op een hoogte en toonde hem al de koninkrijken der wereld in een ogenblik tijd. En de duivel zeide tot hem, u zal ik al deze macht geven en hun heerlijkheid, want zij is mij overgegeven en ik geef haar wie ik wil. Indien gij mij dan aanbidt, zal zij geheel van u zijn. En Jezus antwoordde en zeide tot hem, er staat geschreven, gij zult de Heere uw God aanbidden en hem alleen dienen. En hij leidde hem naar Jeruzalem en stelde hem op de rand van het dak des tempels. En hij zeide tot hem, indien gij Gods zoon zijt, werp uzelf dan van hier naar beneden. Want er staat geschreven,
Aan zijn engelen zal hij opdracht geven aangaande u om u te behoeden. En op de handen zullen zij u dragen, opdat gij uw voet niet aan een steen stoot. En Jezus antwoordde en zeide tot hem, er is gezegd, gij zult de Heere uw God niet verzoeken. En toen de duivel alle verzoekingen ten einde had gebracht, week hij van hem tot een bestemde tijd. Amen. Amen. You see that Jesus is about full of the Holy Spirit. U ziet hier dat de Heilige Jezus vol met de Heilige Geest was. And the Holy Spirit listened to the desert 40 days. En de Heilige Geest leidde hem naar de woestijn 40 dagen lang. Jesus is telling about around this place there were demons, there were snakes, there was the devil personally. Jezus liep rond en er waren demonen, er waren slangen. Because of Jesus, he believed that the Holy Spirit 40 days was there. En Jezus geloofde, vertrouwde erop dat de Heilige Geest 40 dagen met hem was. Because the devil do try anything to Jesus, then Jesus lose his faith. Dus de duivel probeerde er alles aan te doen dat Jezus zijn geloof zou verlaten. Jesus was very hungry. Jezus had erg honger. Jesus was very thirsty. En hij was zo dorstig. There was no water. Er was geen water. There was no food. Er was geen voedsel. Because the power of the Holy Spirit. Maar door de kracht van de Heilige Geest. That gave Jesus 40 days power. Amen. Die gaf Jezus 40 dagen lang kracht. Because the devil try anything. De duivel probeerde alles. He said, I give you all my wisdom. Ik geef u alles. I make you rich, Jesus. Ik geef je rijkdom. All belong to you. Ik geef het allemaal aan u. Worship me. Aanbid mij. There is hidden, say the Satan. Only not by from bread give the people, but only not by from bread. But Jesus said, there is hidden, Satan. By the word of God, not only by from bread live the peoples, but by the word of God. En wat zei Jezus tot de duivel? Niet van brood alleen leeft de mens, maar van het woord van God. Because the devil said that Jesus was very hungry. Want de duivel zag dat Jezus erg honger had. He said, jump, there is angel that pick you up. En hij zei, ga, spring, en de engelen zullen u optillen. Everything the devil tried to do. En alles wat de duivel probeerde te doen. Because the devil tried to kill Jesus. Waarom? De duivel probeerde Jezus te vermoorden. The Bible said the devil come to steal and to destroy and to kill. En de Bijbel zegt, de duivel komt om te roven, te stelen en te verdelgen. And he said, jump, there are angels. Hij zegt, spring, want er zijn toch How engelen. How many times we heard the voice? Kill yourself, you never success. Hoe vaak hebben we een stem gehoord? Vermoord jezelf, want je hebt toch geen succes. You never will success. Je hebt nooit succes. If you heard the voice, rebuke it directly. If you heard the voice, rebuke it. Als u de stem hoort, verbreek het meteen. Because the devil try anything. Bestraf het, want de duivel zal alles proberen. If you have 40 days trouble with the devil, what are you doing? Als u 40 dagen moeite hebt met de duivel, wat moeten we dan doen? Maybe sickness in your family? Misschien heeft u ziekte in de familie. Maybe financial? Misschien heeft u financiële problemen. The business is not good. Misschien loopt uw zaken niet goed. No job, eh? No job. We hebben misschien geen baan. You run away of God. You say goodbye. Or you will pray to God. We moeten alleen maar bidden tot God. If you have 40 days problem, what are you doing with your problem? Als we 40 dagen in zo'n situatie zitten, wat moeten we doen? What are you doing? You run away of God? You say goodbye? Zeg je dan dag? Or you start to pray? Of je blijft staan en je gaat bidden. You go to Pastor Dios? Of je gaat naar Pastor Dios? Pastor Dios, I am financial. I cannot pay my house or my car. Pastor Dios, ik heb een financieel probleem. Ik kan mijn huis en mijn auto niet betalen. Tax come to you. En belasting komt tot u. Higher and higher, you cannot pray anymore. Het wordt steeds hoger, u kan het niet meer betalen. What you do in this situation? Wat gaat u doen in zo'n situatie? You pray to God, amen. U bidt tot God, amen. You pray to God for the way out. U bidt tot God voor een uitweg. I have 40 days but this problem in Indonesia. Ik had 40 dagen een probleem in Indonesië. I have 10 years my freezer.
Ik heb 10 jaar visum voor 10 jaar lang. And suddenly come two from the immigration. En in één keer kwamen twee mensen van de immigratie. And they check me out. En ze hebben me gecheckt. Because I live from my house from number 5 until number 8. Want ik ben verhuisd van nummer 5 naar nummer 8. Because you break the law here, Peter. Meneer, u verbreekt de wet. I say I break the law here. Ik? About what? De wet? Waarover gaat het dan? He said you don't report to the government. I say, is this the law that I break? I get not my visa. Is dit de wet die ik breek? I say that cannot. Dat kan echt niet. You learn Bahasa Indonesia. Dus u leert de Indonesische taal. I say no. I say I can pray Bahasa Indonesia. Nee, ik kan wel bidden in dezelfde taal. Say, I can pray for you. Ik kan voor u bidden. He say you go out Indonesia. Hij zei ga uit Indonesië. And no visa anymore. En u krijgt geen visum meer. I say out. This morning I go to the immigration. Ik ga morgen naar de immigratiedienst. And I say I want to speak with the leader. En ik wil met de leiders spreken. And I come there. En ik kwam daar. He knows me. En hij kende mij. I said, Peter, what is your problem? Peter, wat is je probleem? I said, two from your workers threw me out Indonesia. Twee van jouw werkers wilden mij uit Indonesië gooien. I said, why? En hij zei, waarom? I said, I break the law there. Ja, want ik heb de wet blijkbaar verbroken. Of what? I said, no, from number 5 until number 8. Want ik ben verhuisd van nummer 5 naar nummer 8. I said, I give you your visa. Hij zegt, ik geef jou je visum. But the other two workers, maar die twee werkers. He make another report. Hij heeft een rapportage gemaakt. And they go to the Jakarta, to the higher embassy. En ze gingen naar Jakarta, naar de ambassade. 14 days later, I must go out to Indonesia. En nog, ik moest vertrekken uit Indonesië. I said, that was no problem. I go out. I will come back. Is geen probleem. Ik ga weg, maar ik kom wel terug. So I fly over Malaysia. Dus ik vloog naar Maleisië. And there was a girl in the airplane. En er was een meisje. A Buddha girl. Buddha girl. Een boeddhist. And I talk about Jesus. En ik sprak over Jezus. And all people look about me how I pray in the airplane. En iedereen keek ernaar hoe ik voor haar bad. He gave the heart to Jesus. Amen. One en soul. En ze gaf haar hart aan Jezus. Amen. I said the devil for a disappointment. En dit is een teleurstelling voor de duivel. I come back with my visa. En ik kwam terug met mijn visum. And I have a building. I rent a building. I have a fellowship there. En ik had daar een hoe zeg je dat fellowship? Fellowship praise and worship. Ja, een bijeenkomst. So they call me, Peter. There is a thief in your building there. A thief. Oh, er was een dief in zijn gebouw waar hij dus die bij. I have everything, bouwde. Computers, laptop, LCD, everything there. Ik had alles daar, computers, laptops, alles was daar in dat gebouw. But other people said, oh, they stole my money out the restaurant, run me a restaurant. Er waren nog meer restaurants. Money are still there. There is money. Geld finished. Was daar gestolen. But I have a cross like this there in my fellowship place. Maar in de zaal waar ik mijn bijeenkomsten hield, had ik daar zo'n kruis, net zoals hier. Just I open this door and I see nothing was stolen out my ruko. Amen. En ik opende de deuren, maar bij mij was niets gestolen. Nothing was stolen. Niets was gestolen. Because I believe that God protect me. Waarom? Omdat ik geloof dat God mij beschermt. The other time was they steal from me 2000 liter water. En 2000 liter water was wel gestolen. And I said, devil, you steal, I want it back in Jesus' name. Devil, you steal and? And I want it back. Oh, duivel, je hebt het gestolen en ik wil het nu terug. In Jezus' naam. I have a business in the palm oil trees there. En ik heb een bediening of een business, een onderneming. And they call me, Peter Tring, your business go down, no more, any more business. Peter, jouw business gaat eraan. No any more business. Nee, geen business meer. Devil, I say in Jesus' name. En ik zei, duivel in Jezus' naam. What you steal, I want it back. Wat jij hebt gestolen, wil ik nu terug. The 4 weeks. Four weeks ago. In 4 weken. I drive in my new car. Ik reed in mijn nieuwe auto. Bam! Bam! Catch my car! En mijn auto was kapot. I said, devil. Ik zei, duivel. You will fight with me. Jij bent tegen mij aan het vechten. If you will fight with me, come on, fight with you.
Als jij met mij wilt vechten, kom dan. Ik ga met jou vechten. I said, I'll not be afraid for you. Ik ben niet bang voor jou. I said, I call my Father in heaven. Ik zal mijn Vader in de hemel and aanroepen. All angels will fight to you. En alle engelen zullen jou aanvallen. Believe me, I was speaking in tongues there. Geloof mij, ik was in tongen aan het bidden. But suddenly my all come back. En alles kwam terug. Because if you not pray, want als u niet bidt, the devil come and try anything to do to you. De duivel zal tot u wenden en alles proberen. And verse 13 said the Bible here. 13. The devil said, Jesus, I come back. I go for a while. En toen de duivel elke verzoeking beëindigd had, verliet hij hem tot een bepaalde tijd. Jesus said here, watch and pray. Kijk en bid. That he said to the disciples. Dat is wat hij zei tot de discipelen. We go to Matthäus 26, vers 40. Matthäus 26, vanaf vers 40. Let us see what the Bible talk about it. Laten we zien wat de Bijbel hierin schrijft. Matthäus 26, vers 40. Toen de zon onderging... Oh, dat was verkeerd. En hij kwam bij de discipelen... En trof hen slapend aan en hij zei tegen Petrus, kon u dan niet 1 uur met mij waken? Waak en bid, opdat u niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Amen. Jesus knows that the time come that the devil will catch him. Jezus wist dat er een tijd zou komen dat de duivel hem zou grijpen. And he got to the disciples. En hij ging naar de discipelen. And he said, Peter, can you pray with me? En hij zei, Petrus, kun je niet 1 uur met mij waken? John, can you pray with me? Johannes, kun je met mij bidden? Matthew, can you pray with me? Matthäus, kun je met me bidden? And all was speaking. En al de discipelen waren aan het slapen. Dat kan ik niet. All was sleeping there. Iedereen was aan het slapen. Jesus said, pray. Jezus zei, bid. And who come there? He got Jesus who come there. Wie kwam daar om Jezus te grijpen? A soldier. Soldaten. And they got Jesus. En ze grepen Jezus. And someone from the disciple Peter, he see you coming to my Jesus. En Petrus stond op en zegt: "Wil jij mijn Jezus?" And he took the sword. En hij pakte zijn zwaard en. And Jesus said, "I tell you about." En Jezus zei: "Ik zal je wat vertellen." Put your sword back. Zet je zwaard terug the daar devil waar is coming and catch me again. De duivel komt om mij te grijpen. But Jesus asked only 1 hour to pray. Maar Jezus heeft alleen gevraagd om 1 uur met hem te waken. Because I pray 4 hours in my room. Ik bid 4 uur lang thuis. Every day. Elke dag. I say to my wife. Ik zeg tegen mijn vrouw. I lock the door. Als ik de deur verlaat. No telephone. Geen telefoon. No television on. Geen televisie. No radio. Geen radio. If the president said, I say no, oh my God. Als de president komt, nee. Ik ben bezig met God. I pray 4 hours. Ik bid 4 uur lang. You know how the Muslims pray in Indonesia more than Christians? De moslims in Indonesië bidden meer dan de christenen. 5 o'clock in the morning. 5 uur 's ochtends. I heard Allah Akbar. Dan hoor ik Allah Akbar. Allah. They pray more than we are praying. Ze bidden meer dan dat wij bidden. I say, I find it good. It's just fantastic what the Muslims do. I have nothing to the Muslims. Ik heb niets tegen de moslims. I pray to God. Maar ik bid tot God. Every hour. Elk uur. 3 times a day. Ze bidden tot God. Day or you? 3 times a day. 3 keer per dag. How many hours you pray to God? Hoeveel uur bidt u tot God? You want now? We don't have pray. If we stand in the morning up, you know what? You drop it. Television. Als de mensen opstaan, pakken ze meteen de afstandsbediening. TV aan. From 7 o'clock to 12 o'clock in the afternoon. Van 7 tot 12 uur in de avond. And then you know what the people do? Eat chips. Ze gaan chips eten, ook nog op de bank. Hoppa. Watching TV the whole day. TV kijken de hele dag. Chips.
chips. Oh, ja, about cola. Cola komt er ook nog bij. Where we spend our time? Where we spend our time in? Waar steken we onze tijd in? Chips. Chips. Cola. Watching TV. TV. You never walk in victory if you every day watching TV. U zal niet in overwinning kunnen wandelen als u de hele dag TV kijkt. Who wants to walk in victory? Wie wil hier in overwinning wandelen? Pray to God. Bid tot God. That's victory. Dat is overwinning. Jesus was praying 40 days. Jezus was aan het bidden 40 dagen lang. While the Holy Spirit came down. En de Heilige Geest kwam neer. Amen. Amen. If you pray, als u bidt, the devil cannot come to you. Kan de duivel u niet doen. He cannot catch you. Hij kan u niet grijpen. He cannot destroy you. Hij kan u niet vernietigen. Because the Holy Spirit is in you. Want de Heilige Geest is in u. Amen. That's what we need praying. Dat is waarom we gebed nodig Churches hebben. Churches don't pray anymore. Kerken bidden niet meer. Because they have no power to pray. Waarom? Ze hebben geen power, geen kracht meer om te bidden. Because they don't see the Holy Spirit. Ze zien de Heilige Geest niet meer. You know? Jesus teach not about the disciple how they walk on water. Jezus heeft de discipelen niet geleerd hoe ze op water moesten lopen. How they walk on water. Maar ze liep op het water. Jesus never teach them how to become or the water make wine. No. Jezus heeft hen niet geleerd hoe ze water in wijn konden veranderen. Oh. Nee. Jesus teach them to pray. Amen. Jezus heeft hen geleerd Jesus om te bidden. Teach them to pray. Jezus leerde hen Preach bidden. The free in Victoria. Om te wandelen. If we not pray. In overwinning. Als wij I niet tell bidden. You, ik zeg u. Even we reach the Bible. Even we reach the Bible. Zelfs als we het woord lezen. But problems and struggles will come. Problemen zullen altijd komen. But if we pray in victory. Maar als we bidden in overwinning. Paulus said we live in the grace time. Paulus zegt dat we in de genadetijd leven. We live in the grace time, is it right? We leven in de genadetijd, is dat waar? Yes. Ja. But Paulus said, remind the churches of Corinthians, lift your sword up and strike. Maar hij herinnerde de gemeente in Korinthe eraan, sta op. Lift your sword up and strike. Hef je zwaard op en strijd. The word of God is the sword in your mouth. Het woord van God is het zwaard. Amen. Amen. We live in the grace time, but that don't mean that we not have to pray. We leven in de genadetijd, maar dat betekent niet dat we niet hoeven te bidden. You know? That's what Paulus said. Dat is wat Paulus heeft gezegd. We have not to fight to ourselves, but we have fight to the demons. We moeten niet vechten tegen onszelf. We moeten vechten tegen de demonen. That's tegen de Paulus. Dat is wat Paulus zegt. You know, if we not pray, als we niet bidden. Churches become downer and downer. Zal de kerk steeds lager worden. We are seeing a situation in cities. Er zijn zoveel situaties in verschillende steden. Many churches is closer already. Many churches is closed. Heel veel kerken zijn gestopt, zijn gesloten. Because they are not praying to God. Waarom? Ze bidden niet tot God. We are seeing in Indonesia. We hebben het gezien in Indonesië. That the Holy Spirit is moving there. Dat de Heilige Geest werkelijk aan het bewegen is. I want to see it in Eindhoven. En amen. Ik wil het ook in Eindhoven zien. We amen. Want to see it here. Amen. Ik wil het hier zien. Amen. The devil must give up. Dat de duivel opgeeft. Jesus defeated him on the cross. Amen. Jezus heeft hem aan het kruis verslagen. Jesus defeated the devil on the cross. Jezus heeft de duivel verslagen aan het kruis. You see Goliath? Ziet u Goliath? Goliath and David? En David? David was a little boy. David was een kleine jongen. As a shepherd boy. Hij was een herdersjongen. But God used him so powerful. Maar God heeft hem zo wonderbaarlijk gebruikt. And you know what David said? En David zei. To Goliath. Tegen Goliath. I come today in the word of God and I'll kill you. Ik kom vandaag in het woord van God en ik dood jou. Wow. Dat is wow. You say today, devil, I come in the name of Jesus and I kill you. Vandaag zeggen we, duivel, ik kom in het woord van God in de naam van Jezus en ik dood je. And God used him powerful, David. God heeft David wonderbaarlijk gebruikt. Oh, Goliath was like a giant. Goliath was een reus.
He is under the metal. Hij was helemaal onder het metaal. He has a spear, there a spear, and here a spear. Hij had overal speren. Like a robot of James Bond. Als een robot van James Bond. You know? And he showed that David said, today is today you will die. En hij zag dat David tot hem wendde en zei, vandaag zul je sterven. And David said, come here, I destroy you. En David zei, kom hier, ik you zal je vermoorden. You little boy. Jij kleine jongen. You come with a stick like I'm not a dog. Ik ben niet bang voor jou. And Goliath stand before David. En Goliath stond voor David. Goliath was about 3 meters long. En Goliath was ongeveer 3 meter lang. A sword of 3 meter long. Een zwaard van 3 meter lang. And a little boy. En een kleine jongen. Had no gun anymore. Hij had helemaal niks. And God said, take 5 stone there. En God zei, pak 5 stenen. And David take 5 stones. En David pakte 5 stenen. And Goliath, en Goliath, you want to kill me? Jij wil mij vermoorden. Come, I want to destroy you. And David. En David begon te zwaaien. En David begon te zwaaien. He was not die directly. Hij was niet meteen dood. Let us read on 1 Samuel. 1 Samuel, gaan we kijken. What the word of God said. In Samuel 17 vanaf vers 49. Yes. Ik ga vast lezen. 1 Samuel 17 vanaf vers 49. Is dat de hele zin? Hij stak zijn hand in de tas, nam er een steen uit, slingerde die weg en trof de Filistijn tegen zijn voorhoofd, zodat de steen in zijn voorhoofd drong. En hij voorover ter aarde viel. Zo overwon David de Filistijn met een slinger en een steen. Hij versloeg de Filistijn en doodde hem. En David had geen zwaard in zijn hand. David snelde toe, bleef bij de Filistijn staan, greep diens zwaard, trok het uit de schede en doodde hem. Hij hieuw hem met het hoofd ermee af. Toen de Filistijnen zagen dat hun held dood was, sloegen zij op de vlucht. De mannen van Israël, kijk daar wel, en Juda sprongen op, hieven een krijgsgeschreeuw aan en vervolgden de Filistijnen in de richting van Gat en tot aan de poorten van Ekron. En de verslagenen der Filistijnen lagen op de weg naar Saaraim, tot Gat en tot Ekron. Daarna keerden de Israëlieten terug van de heftige achtervolging van de Filistijnen en plunderden hun legerplaats. En David nam het hoofd van de Filistijn en bracht het naar Jeruzalem, maar diens wapenen legde hij in zijn tent. Amen. Amen. He was killed by the sword. Hij was vermoord door het zwaard. Directly not from the stone. Dus niet van de steen. But he fell on the ground. Hij viel op de grond. But he was not killed on the stone. Maar hij was niet meteen dood door de steen. And when Goliath fell down. Toen Goliath op de grond viel. And God said, take the sword. Take the sword, David. Take it out. En David heeft het zwaard genomen. And God said, kill him, kill him. En God zei, vermoord kill hem. Dood hem. And David took the sword out. En David trok het zwaard. En schwap. And his head is in his hand. Zij had het hoofd van Goliath in zijn hand. Amen. 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 The devil is dead. Amen. De duivel was dood. Amen. And he ran with the head. En hij rende met het hoofd. And he footballed with the head. Oh, one goal for Israel. Hallelujah. 1 goal voor Israël. He footballed with the head. Amen. Hij voetbalde met het hoofd. Well, why I have a question. Ik heb een vraag. Why bring David this head to Jerusalem? Waarom bracht David het hoofd van Goliath naar Jeruzalem? Anyone an idea? Heeft iemand een antwoord?
He show. Can you understand? To show. Yes, but more. Nog iets verder. He go with the host. Hij ging te paard. With the head in his hand. Met het hoofd in zijn hand. And all Jerusalem show it. En hij liet het inderdaad zien. But it's not enough this. Maar dat is niet genoeg. When Jesus was crucified. Toen Jezus gekruisigd werd. Before was Jesus crucified. Voordat Jezus gekruisigd werd. This is the Golgotha place. The place of Golgotha where Jesus was crucified. Op de berg van Golgotha. Yeah. Dat is de plaats. So and when Jesus was crucified there. Toen Jezus daar gekruisigd werd. They called the skelet place. Dat noemen ze de schedelplaats. Golgotha is de schedelplaats. The head of Goliath was exactly there. Het hoofd van Goliath was precies daar. And when Jesus crucified. En toen Jezus gekruisigd werd. The cross. Het kruis. Crushing the head of Goliath. Hallelujah. Heeft het hoofd van Goliath vernietigd. That's why. Dat is waarom. That's why Jesus said, double you under my feet. Daarom zegt Jezus, duivel, je bent onder mijn voeten. Amen. Amen. Jesus said, the devil, you under my feet. Jezus zei, de duivel, je bent onder mijn voeten. That was the same place exactly there. Dat was precies dezelfde plaats. And David make a hole and put the head there. Want David had een gat gegraven en heeft het hoofd daar geplaatst. Don't be afraid of the devil. You know, if you have a fellowship. If you have a fellowship. Als u een bijeenkomst hebt. And you pray to God. En u bidt tot God. You pray to God in fire. U bidt tot God in vuur. If you start to pray the fellowship. En als u begint. Paulus zei, pray with fire. Paulus zei, bid met vuur. In tongen. You speak in fire. Spreek met vuur. You are did the defeat of the devil. Dus you defeat the devil. Je vernietigt de duivel. Je verslaat de duivel. Amen. Amen. You know for why you start the fellowship? Weet u waarom? Voordat u de bijeenkomst begint. The devil cannot come into your fellowship. Waarom? Zodat de duivel niet in uw bijeenkomst kan. Because Jesus stopped in your fellowship. Waarom? Omdat Jezus in Jesus uw bijeenkomst is aanwezig is. Jesus the Holy Jezus Spirit is, is there. Hier. De Heilige Geest is hier. If you start to pray. En als u begint te bidden. Demon run away. Dan gaat de duivel weg. Cities become about Christians. Alle steden zullen christenen worden. Because of Jesus. Om dat Jezus. You are the champions of Jesus. U bent Amen. De kampioenen van Jezus. You are the champions. U bent een kampioen. We Wij zijn are allemaal champions. Kampioenen. And Satan is the loser. En de duivel is He de loser. Already. Is de verliezer. Hij heeft al verloren. We are the champions of Jesus. Wij zijn de kampioenen van Jezus. You know the song We are the champions, my friend. Zingen we dat niet? We are the champions, my friend. We are the champions. Wij zijn de kampioen. Of Jesus. Van Amen. Jezus. Of Jesus. Van Jezus. The devil can nothing do. En de duivel kan niets doen. Because we are champions of Jesus. Omdat we kampioenen zijn van Jezus. Hallelujah. 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 The devil is defeated. De duivel is verslagen. He cannot do. Hij kan niets doen. You see a little boy. U ziet een kleine jongen. A little boy. Een kleine jongen. He can destroy the devil. Amen. Hij kan de duivel vernietigen. How about you? En hoe zit het met u? How about you? Hoe zit het met If u? You 40 days have problem. 40 dagen problemen. Start to pray and touch. Begin te bidden. And defeat the devil. En versla de duivel. He is running away like a dog. En hij zal wegrennen. Amen. Amen. We are here in Eindhoven. We zijn hier in Eindhoven. We are overwinners in the name of Jesus. We zijn overwinnaars in de naam van Jezus. He cannot do. Hij kan niets doen. But if we not pray. Wanneer we niet bidden. The Bible said. Zegt de Bijbel. The devil come back. Dan komt de duivel terug. Yes, about us. Het gaat om ons. How we pray. You know, I believe. En ik geloof. That we pray. Dat wanneer we bidden. Power of the Holy Spirit comes.
Dan zal de kracht van de Heilige Geest komen. The Holy Spirit give you a victory power. Dus de Heilige Geest geeft u een overwinnende kracht. He give you the instruction how you pray. En hij geeft ook de instructies van hoe we moeten bidden. The Bible said. Dat zegt de Bijbel. If you are very broken. Als u echt gebroken bent. The Bible said. Zegt de Bijbel. The Holy Spirit pray for you. Dan zal de Heilige Geest voor u pleiten. What you need? Wat heeft u nodig? Is pray. Alleen gebed. Pray. Gebed. What you need is pray. You know? Weet u? Also for you, if someone has sickness. Als iemand ziekte heeft. Yeah. God never let this happen. God laat dit niet toe. No. The devil. Dat is de duivel. He like it. Hij vindt het leuk. To put people in wheelchairs. Om mensen in rolstoelen te plaatsen. Blind men cannot see anymore. Dat de blinden niets meer kunnen zien. Yeah, hernia maybe or something else. Een hernia of zoiets. That you refuse this in your family. Weiger dit in uw familie. You don't have a job. Als u geen baan hebt. I tell you, you pray to God, God give you a job. Ik zeg u, bid tot God en hij zal u een baan geven. What you need, he is there. Wat u ook nodig hebt, hij is daar. And the Holy Spirit is on to help you here. De Heilige Geest is er om u te helpen. Amen. Amen. If you be ready to pray. Als u gelooft in de kracht van gebed. You see, I was 40 days in the troubles. 40 dagen. I was 40, every week I had problems. Ik had 40 dagen problemen. Yeah. So think you that I give up in the double? Oh no. Denkt u dat ik heb opgegeven? No. Echt niet. No, no. Nee. No, I never give up. Nee, ik geef niet op. If you give up, we pray. Als u opgeeft in gebed. Oh, he have power over you. Dan if heeft you, hij de kracht over yeah, u. If you yeah. give up, we pray, the devil have power. Dus als u ophoudt met bidden, of u laat het na om te bidden, sickness dan heeft hij de macht over u. Sickness ziekte. Will be healed here. Ziekte zal genezen Paz worden hier. Will heal here. Demons go out. Demonen gaan vlieden. Because that's your job. Dat is uw taak. God give anyone a job. Iedereen, God heeft iedereen een taak gegeven. To pray in victory. Om te bidden in overwinning. Devil, like if you very very tired and never pray. De duivel houdt ervan als u moe bent. Of you read a book like a storybook. Of u leest een boek alsof het zomaar een verhaal is. If you go to the church, there is a story. It's okay. Dus als u naar de kerk gaat, dan beschouwt u het woord als een verhaal. But the devil is not afraid for stories. De duivel is niet bang voor verhalen. The devil is afraid for the word of God. De duivel is bang voor het woord van God. The devil is afraid for Jesus. De duivel is bang voor Jezus. When Jesus only walking in the cities. Toen Jezus liep door de steden heen. Demons go out there. Demonen vlieden. They say, what you have to do with me? Our time is not coming. Wat moet je met mij? Mijn tijd is nog niet gekomen. Demons go out. Demonen vlieden. If you walk. Als u loopt. In the victory. In overwinning. You catch demons out. Amen. Dan zult u demonen laten drijven. The power is on you. De kracht is over u. Oh, the Holy Spirit is working with power. Want de Heilige Geest werkt met zijn kracht. That's what you believe. Het is of u gelooft. If you not believe this, als u het niet gelooft. You cannot nothing do. Kunt u niets doen. You are sick. You are still sick. Als u ziek bent, dan blijft u ziek. You are poor, you're still poor. Als u arm bent, blijft u in armoede speak leven. Speak the word of God out. Spreek het woord van God, word uit. Of God. Spreek het woord every van God day, uit. Elke dag. I'm healed. Ik ben genezen. Ik ben krachtig. In Jezus naam. I speak this in Indonesia. Ik spreek dit in Indonesië. I was last time three months ago. I do 7 KKR's. 7 big. Yeah. Dus 3 months ago, 3 maanden geleden heb ik 7 van die hele grote bijeenkomsten gehouden. And Kutai Barat is a place that no Pastor Dio knows this place very good. Nou, Pastor Dio kent die plaats heel goed. Ik niet Kutai Barat. Kutai Barak. Kutai Barak. There are demons there. Er zijn demonen daar. All his eye is demons there. Alleen maar demonen daar. I was a little girl. Er was een klein meisje. About 9 years old. 9 jaar oud. And I have 4 demons.
en vol met demonen, bezeten. Because they go to the Dukans. Waarom ze gaan naar die juju mannen, naar witch doctors. Naar zwarte magie. And everyone was afraid there. En iedereen was bang daar. Pastors ran away there. Pastors renden weg daar. And I showed this little girl. En ik schreeuwde. I said, devil in Jesus' name. Ik zei duivel in de naam van Jezus. Go out. Ga weg. He laughed me. En hij was mij aan het uitlachen. I see the eyes. It's like red, like this, like the chair there. De ogen werden rood, net als deze stoelen. And I had my tie like this. En mijn das hing zo naar beneden. And he lay on the ground there. En ze lag op de grond. And zo. He said, you are pastor. I kill you today. Pastor. Ik vermoord jou vandaag. En hij trok aan mijn das. Ze trok aan mijn das. I cannot preach anymore. En ik kon niks meer zeggen. He go from the ground like this. Oh, he go from the ground. En ze begon te zweven. Dus ze kwam van de grond af. I said, pastor, come help me. No, he said, there's demons. He ran away. The pastors cannot drive the demons out there. Dus de pastors konden de demon niet uitdrijven. Why? Waarom? No victory. Geen overwinnende kracht. No power. No Holy Spirit. Geen Heilige Geest. Talk about Holy Spirit, ministry, big ministries. Dus heel veel grote ministries. We praten allemaal over de Heilige Geest. No anointing, no power. Maar geen salving, geen kracht. As you go out in the name of Jesus. Ga weg in de naam van Jezus. Ga eruit in de naam van Jezus. 1 hour I fighting with the demons. Ik heb 1 uur gevochten met die demon. Alleen. And suddenly, maar opeens. Weg. I to Jesus. He said, what happened with me? Wat is er met mij gebeurd? I said, you have demons there. Je was bezeten. You know how much I can tell how much demons they have. Ik kan vertellen hoeveel demonen dat waren. Holy Spirit, let me see it. De Heilige Geest heeft mij dat laten zien. Every time that I drive the demon, I have another voice. Want elke keer als ik tot een demon sprak, begon het weer met een andere stem te spreken. Snake. Dus slang. Like a lion. Of als een leeuw. Like a deer. Nou, als een hert. Like a monkey. Als een aap. I say 1, 2, 3, 5. Ik heb ze allemaal geteld, 5. I speak Holy Spirit more. And the Holy Spirit said, is it free? En als ik bad, dan zegt de Heilige Geest dat mij het is vrij, het is gedaan. Why no Jesus? There are 7 demons in one woman. 7 demons in one woman. 7 demonen in 1 vrouw. Jesus, come. 1, 2. Jezus heeft geteld. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Just of praying. Maar door gebed. Praying. Gebed. Many people come to Jesus. Veel mensen komen tot Jezus daar. We need this in Eindhoven. En wij hebben dit ook in Eindhoven nodig. Wij hebben dit nodig. If the church pray in fire. Wanneer de kerk bidt in vuur. I tell you the devil is I have no power here. Dan heeft de duivel geen kracht of macht meer. Amen. Amen. That's victory. Dat is overwinnende when kracht. When we walk in the victory. Wanneer we wandelen in overwinning. When is this? Wanneer is dit? You never walk in victory. U zal nooit in overwinning wandelen. Because You don't ask God. Als u God niet daarom vraagt. You don't ask the Holy Spirit. U vraagt de Heilige Geest. Holy Spirit is waiting on you. Heilige Geest wacht op u. You get higher and higher level. En u zal steeds naar een hoger niveau getild worden. Because I have strife. I know that I have strife in Indonesia. Ik heb strijd in Indonesië, dat weet ik. Ik heb strijd. But I am a champion of Jesus. Maar ik ben een kampioen van Jezus. Because of Jesus. Amen. Amen.